Simulators, ja, anders, anders. En ik vond het wel weer leuk om in Omsi te gaan rijden. Dit was mijn oude bus, ik heb even een testrondje gedaan met de Solaris. Maar ik vond ook mijn Scania, die hebben we hier nog nooit eerder in gereden, dus dat is wel de moeite waard. Hij maakt echt een geluid, zeg ik u tegen. Dit is het geluid hier. Dat is wel heel anders, hè? Ja. Dit is wel heel herkenbaar voor Scania, die achterkant. Dat is wel leuk om te zien. En aan binnen is het natuurlijk ook anders. Ik heb het een en ander wel opgestart. Ik heb de code ingevuld. Ik heb ook op de voorkant ook de tekst al gezet. En te vangen. We gaan vandaag lijn 56 doen. Kaartje zo meteen inkomen. We staan momenteel op Den Rad S. En dan gaan we het roze lijntje volgen. Helemaal aan de onderkant van de kaart. Tot en met ontvangen. En nou weet ik niet of ik hier eigenlijk ook mijn dienst kan. Oh nee, die heb ik nog niet ingesteld. Dat ga ik zo nog meteen even doen. Dan hou ik voor jullie nog even het kaartje tevoorschijn. Dat je de rest van deze route kan kijken. Kreeflat 2016 heet deze route. Kwart over 9 moeten we vertrekken vanaf. Of we moeten nu vertrekken vanaf Den Rad. Nou, dat vind ik een mooie challenge. We moeten ongeveer nu vertrekken. Oh. Vanaf hier. We staan daar. Moeten we wel opschieten, maar dan hoef ik ook niet de tijd goed te zetten. Hallo. 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 Morgen. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Kurzstrecke. Normaal Kurzstrecken. Morgen. Hallo. So. Nou, even kijken waarom die dat elke doet, maar dat is in ieder geval dat hij elke keer de luchtwering op moet pompen. Het is vrij irritant, kan ik je melden, want je ziet hem helemaal niet zakken. Dus ja, dan zie ik het nut ervan ook niet helemaal. Oeh, die is veel te... Oh, oh. Goed, dat begint goed. Ik kan misschien toch wel iets eerder moeten insturen. Vangen, daar gaan we naartoe. Ausfahrt links gaan we naartoe. We zijn dus lijn 56, ja. Zo. Nou, ik moet er even goed op letten hoe ik precies goed draai, want ik heb natuurlijk wel een geleden bus. Net had ik een gewone, dus dan kan je wel net even wat soepeler door de bochtjes heen. Zo. Onhaald. We hebben helaas geen omloopsysteem. Tenminste, ik ben er nog niet achter gekomen dat ik het heb, dus Malhofstrasse. Dat is niet helemaal een Malhofstrasse is de volgende. Morgen. Hallo. Morgen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Zo. Ik vind het wel bijzonder lekker wijn, dit busje. Zo. Uh,
Ik kan je in ieder geval vertellen dat het einde van deze route, dus vlakbij, dan kom je langs Amzee, oftewel Almere, of zee is in het Nederlands een meer. Dat zijn wel leuke stukken van de kaart. Dat is in 2016, dus het is nog een vrij nieuwe kaart, zeg maar. En ik kan het je wel aanbevelen, want hij lijkt echt super goed. Ik weet niet zo gauw waar Kleefstad ligt. Ik geloof dat het een fictieve kaart is, namelijk. Ja, ik zie het al staan, de man in het beeldscherm. En ik had het voor een kortstrekker, bitte. Kortstrekker, dat was die. En Kleefstad is dus een fictieve kaart. En nou, dat merk je er niet vanaf, want het lijkt echt super lekker weg. Echt mijn complimenten voor de maker, ondanks dat hij natuurlijk Duits is, maar... Dus die zal dit waarschijnlijk niet horen, maar goed, oké. Deze kaart lijkt echt super goed. Oh. Die bus stuit het op een gegeven moment af en toe enorm. Dan raak ik weer het stoepje, of niet? Zo, nou goed. Als je het eenmaal het stoepje raakt, wat ik natuurlijk zoveel min mogelijk probeer te doen, dat mag duidelijk wezen. Dan zie je maar weer dat hij dan enorm gaat stuiten, de bus. Volgende halte Engeltoren. Zo. Excuses als het geluid uitviel. En te vangen. Daar gaan we heen. Ik geloof ook namelijk dat elke keer als je je kaart goed instelt, dat je dan ook andere pijlen krijgt. En dat de pijlen alleen maar bedoeld zijn van de route die je rijdt. En dat is wel en super handig, want dat levert heel veel minder gedoe op. Met overal en nergens de pijltjes staan, maar volgens mij is het dus speciaal voor onze route gemaakt, zeg maar. Dat elke keer als je in het begin selecteert van ik wil daar beginnen, dat hij dan ook alleen die pijlen meegeeft. Dus ik heb zo het gevoel dat dat het is. Hoor dat... Dat is een voorgevoel, hè? Want ik zie alleen maar de pijltjes van empvangen staan. Dit is Altenbahnhof. Iets dichter langs de kant kunnen zetten. Dan weet ik niet waarom. Nou, dat lampje nog steeds gaat branden van mijn haltebordje. Zo'n kinderzitlampje. Dat is volgens mij als je op de buitenkant op die knop duwt. Maar goed, we zullen straks bij de volgende halte nog even kijken of ik dat daar weer wat mee kan. Of ik hier wel of niet had moeten stoppen. Zo. Kan ik ze hier zo ergens? Ja. Ik zou nog wat even niet weten welke dat dan moet zijn. Nee, helaas. Ik heb geen flauw idee welke het dan moet is. Misschien moet ik even achter kijken ofzo. Ik kan hier vanuit deze kant wel namelijk de deuren openen.
vreemd zeg. Dan staat het er nog steeds in mijn beeld, hè? Iedereen scheelt natuurlijk weer naar mij hoe dit nou op te lossen is, maar ik zie het zo gauw even niet, hè? Ja, het blijft er gewoon staan. Het blijft er gewoon staan. Dat is niet te geloven. Zo. Ik weet niet wat dat tik-tik geluid nog steeds is, maar dat is meestal het geluid als je gaat slippen ofzo, maar ik geloof dan niet echt dat ik echt aan het slippen ben ofzo. Ja, dat is wel een slipgeluid, want ik klem al een hele kratje. Nou, hoe zullen we dit eens oplossen? De light emission. Oh, deze is ook trouwens wel leuk. De hatch control. Kijk, hieronder staat een knopje. Dat kan ik selecteren. En ik wil deze bijvoorbeeld wil ik dicht hebben. Kijk, dat zijn deze dingen hier. Die heb ik schuin naar voren staan. En die staat hier zo. En je ziet hem ook bewegen, maar dan moet je heel snel zijn. Kijk, als ik hem dicht doe en ik doe hem bijvoorbeeld zo. Nou, dan zie je hem omhoog komen. Super vet ding. Kijk, ik weer rechts onderin het potje van stoppen, dus ik weet niet wat dan precies mijn beeldscherm zegt tegenover het signaallampje wat rechts onderin staat. Zullen we dat maar aan gaan houden, denk ik, in het gevoel. Ik denk dat het is, want dat is het knopje waarmee je van buitenaf kan openen. Maar... Dus ja. Ik vind het echt super mooi om hier te lijken. Een klein stukje buitenland, of het buitenland. meteen natuurlijk de vogels erdoorheen, ja hoor. In het buitengebied. Want er zijn ook een hoop routes die liggen wel in de stad namelijk. En dat is ook wel, die zijn ook leuk om te rijden, maar ik vind dit ook wel eigenlijk wat hebben. Dit is een klein stukje, ja, een soort stadsmitten van een, ik weet niet precies hoe het hier heet ook weer. Kleine winkelstraatje. Oh, moet er eentje verder zijn, zie ik net. Niet de rat. Dat was de beursalte voor. Ja, ik kan zien wel, want hier zit dat dingetje. En daar staat die van 46. Die komt hier dus ook langs. Niet de. Hallo. Die eindigt hier zo, zie ik zelfs op de kaart. Niet de rat. Die gaat vanaf hier zo gaat hij helemaal door naar Kleefstad Hauptbahn, of waar we wel in de buurt zijn geweest, maar nog niet, niet hebben gestopt.
Boah, fällt der Scheiße. Ja, Wat een geluidje van de als je ruimte wil laten horen, ik zeg van het geluidje. Maar ja, dit is ook leuk. Als ik hem dus aanklik, dan gaat het knopje al naar beneden. Klein detail. Het is het echt. Kan je echt deze bus echt zeer aanraden. Hij is echt super gaaf om mee te rijden. Scania Citywide heet hij. Ik geloof het me over dat hij gratis te downloaden was, want anders heb ik hem. Anders had ik hem niet, denk ik. Maar er zijn wel ook nog upgrades te koop, zeg maar, dat hij nog veel beter wordt met beter geluid en. Ik zal kijken of ik de link in de beschrijving kan krijgen. Dus, spoorweg. Heb ik nou? Boom. Af en toe de geluidje. Boom. Misschien wordt er in die betaalde update ook het geluid iets minder of zo. Ik weet het ook niet. Ja, het is dat hier eigenlijk nauwelijks mensen rijden, maar ik heb de auto's iets lager gezet naar ietsjes. Nou, en bij deze rijden er ook meteen plotseling geen auto's meer. Maar het wil niet zeggen dat ik nog steeds wel eigenlijk het stoplicht heb moeten stilstaan. Kijk, heb ik nou groen? Ja, ik heb het. Am Gleis. Nou, ik zie het spoor niet, maar tenminste, we reden net langs het spoor. Oh ja, en het uitzicht zie je dat natuurlijk ook nog heel veel. Tenminste, dat zag je vroeger heel veel, van die automaten van sigaretten. Niet doen, niet kopen. Niet slecht voor jullie allemaal. Am Gleis. Van Alte Beck Man Scheidlung. Oké. De bomen staat aan de bordje aan de rechterkant. Nou ja, dat is inderdaad niet heel breed, nee. Ja, weer spoor. Hier ook een soort goede baan of zo te zien. Oh ja, kijk, dit is Almere, denk ik al. Of, ik weet niet precies hoe het heet hier. Am Gutteschuppen. Ja, ja. Kijk, dit vind ik altijd leuk, dit soort dingetjes. Een leuk detail. Zo, hier konden ze pijltjes ineens, waren ze in de aanbieding of zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allemaal naar rechts. Oké, okay, prima. Moet hij natuurlijk net rood worden. Natuurlijk. Zo, dus. Meneer wilde uit, maar die staat wel erg. Maar ik kreeg ook van iemand trouwens de vraag, waarom de voorste en de achterste in dit geval een draaideur is, die draait dus naar binnen toe, en waarom deze naar buiten en dan waarom deze dan een schuifdeur is. Nou, dat kan ik jullie vertellen. Hier zit namelijk het platform in voor de rolstoelen. En dat rolstoelplatform, dat daar is ruimte voor nodig. En dan kan je niet een deur hebben die naar binnen draait. Dat is heel simpel de reden. Dat komt omdat daar dat rolstoelplatform zit.
Opgelost. Glibbensee. Zo, landhuisje. Ik vind het echt gaaf gemaakt hoor. Oh, dan rijden we ineens op de buitenweg zo. Ik denk zelfs gas geven, maar... Moet hij nog eventjes een bochtje draaien, zeg maar. Hij fährt aber schlecht. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, ja. Ik rij zo slecht, joh. Oh. Stap je toch lekker uit, jongens. Morgen. Morgen. Zo. Nou moeten we nog iets van 3 of 4 halters en zo, dan zijn we er. Einde van de route moet altijd iedereen eruit, dat is wel toevallig. In het midden stappen ze allemaal in en aan het einde stappen ze allemaal uit. Hier is het grote, groot industrieterrein. Daar kom ik ook tegen, ja. Daar loopt onder andere het goederenspoor ook naartoe als het goed is. Hier staan nog een paar waggonnetjes ook. Zo. Hou eens. Stoepje. Ja, dat dacht ik al. Hou eens. Het is wel heel grap dit. Het draait iets te langzaam terug, maar... Kiesweg, nou. Kiesweg is wel erg... kieskeurig. Oh, ik had dus veel meer ruimte aan de rechterkant. Ik moet er even op gaan letten, want voor mijn gevoel zit ik heel strak tegen het randje aan, maar dat is dus helemaal niet het geval. Vangen linksaf. Terugdraaien. Dat is nader van het sporten. Ah, shit. Klinkt toch zo, hè? Dat is ook een detail, hè? Dat is leuk. Kijk, als je hem loslaat, dan blijft hij ook draaien en dan bounce hij terug. En als je dus gas geeft zometeen, dan zul je ook zien. Dus ja, dat ga ik niet doen. Dat hij dan naar achter vliegt, zeg maar. Nadat hij toch een soort van zwaartekracht ingebouwd heeft. Het is wel een geinig detail, hè? Goedendag. Zo. Oh, hier laat je ineens beton weg op. Oh, wow, 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 wow. Zo,
moet zeggen dat ik in die andere bus had ik daar helemaal geen last van waar ik nu blij mee ben. Hier stuit het hier zo gek. Wolfsee. Dit is de halte van dan staat hij niet op het bordje. Dus is dus wel ergens anders. De eindhalte van lijn 55, die vanaf hier ook naar Hauptbahnhof vanuit. Hallo, en een kortstrekker. Oh, nu nog? Die hebben me te veel rukheid gehaald gegeven. Wat? Ik heb nog niet eens wat gegeven. Ja, dan neem je het met. Wat? Ik heb niet eens wat gegeven. Dus happy with the tip. Oh. Goed zo. Ik weet niet, misschien lag er wat in de bakjes, hè? Ik heb geen idee. Ik weet niet of ik hier hard overheen kan rijden, voordat mensen beginnen te klagen. Lijkt me niet heel verstandig, maar goed. Ja, het is hier ook met 30 sowieso, dus het is echt irritant rijden, joh. Zo. Herman Schule. Spreekt voor zich, school. Zo, iedereen eruit. Zo, dan hebben we er nog maar een paar over. Hé, hey, schoolbus. Aha. Schoolbus die draait daar achterom. Wel leuk. Een leuke toevoeging in de schoolbus. Zo, hè. En je rijdt weer langs het meer. Of langs een meer. Geinig. Eilandje in het midden. Ja hoor. Geniaal huisje daarnaast. Ik weet niet wat geniaal aan is, maar ik vind het wel echt. Echt zo'n typisch Duits. Ik vind het gewoon heerlijk om hier te rijden. Het mag dan wel fictief zijn, maar. Het voelt echt heel goed om hier te rijden, laat ik het zo zeggen. Dit is de eindhalte, Entfernen. Hier kan je omdraaien aan de rechterkant. En aan de linkerkant haal je de mensen weer op. Terminus. Zo. Ik heb alles op tijd gedaan. De laatste twee halten waren te laat. Oeh. De laatste twee halten is te laat. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het een geweldige route. Dus ik hoop tot een volgende keer. Bye bye.